In de school roept Kimi haar discipelen samen. De Japanse choreograaf die het slotstuk van de voorstelling ontworpen heeft, is op komst. Ik zou jullie nog eens eventjes willen spreken, want zoals dat jullie waarschijnlijk wel al gehoord hebben, Toru Shimazaki komt terug. En hij is razend benieuwd om te weten hoe zijn stuk ervoor staat. Nu moeten weten dat in Toru Shimazaki iemand is, een grote naam, een befaamde choreograaf. Iedereen is daar wild van om ermee te werken in Japan. Het is jullie plicht en onze plicht nu om zijn stuk zo goed mogelijk naar voren te brengen. Dan is het aan hem om te beslissen wie dat er gaat dansen of wie dat er niet gaat dansen. Dank u. Dat komt hard aan. Niet in de voorstelling staan wordt beschouwd als een straf. Die avond in de keuken van het lotgenotenkot is er van de spanning maar weinig te merken. Joyce. Ja, maar ja, Joyce. Maar ik had iets nodig om erop te doen. Ik voel me hier al een stuk beter. En ook de lotgenoten praten met mij alsof ik er al jaren ben. Als je mij niet in belt, dan. En nu de voorstelling nadert, letten jullie nu een beetje op de lijn? Of meer dan anders of zo? Nee. Nee? Maar Jun heeft geluk, want zij is altijd mager. Dat is eigenlijk echt oneerlijk. Ja, Jun moet eigenlijk niks speciaals doen. Ja, nee, maar soms verdik ik wel, maar ja. Dat let ik er wel op. Ja. Maar en dat valt gewoon niet op als hij verdikt. Maar zo'n lekker pak frieten bijvoorbeeld. Friet. Dat mag toch, of niet? Maar eigenlijk, allee, dat mag wel een keer, maar allee, je moet natuurlijk niet hele dagen. Maar dat mag niet, maar weet je dat wel. Ja, dat is het. De volgende dag noteer ik in mijn boekje dat de stemming omslaat. In de Franse les is de aandacht zoek. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. De Japanse choreograaf is aangekomen en er zullen knopen worden doorgehakt. De leerlingen worden naar de grote zaal geroepen voor een repetitie met Toru Shimazaki. Ik lees de angst in de ogen van Andres. Zijn voet is nog niet helemaal genezen en hij is bang om niet goed genoeg te presteren. De meester doet zijn intrede. Toru Shimazaki oogt als een stugge man, maar later zal ik ondervinden dat het niet zo is. Maar ook hij is gespannen. Dit stuk is zijn creatie en zijn eer staat op het spel. De leerlingen repeteren al maanden. Toru moet nu uitmaken of er goed werk is geleverd. En niets ontgaat hem. Wauw! Zijn jullie klaar? Kun je op je plaats gaan liggen? Zwijgt alstublieft. Lotgenoten Josephine, Andres en Vaya dansen in Patchwork het stuk van Toru. Ik krijg gaandeweg respect voor de symboliek en de gebalde energie die de dans uitstraalt. Fysiek is het zwaar, vooral Josephine geeft zich tot het uiterste. Jun danst niet mee. Ze zit in de reserve, want Toru heeft haar niet geselecteerd. Don't act. You don't need to control anything, but I have little things that maybe I can work on tomorrow. You know, I look now, I don't need to change so much. Als dat zo, als die jammer is, dan moet je iets harder. Ja. Wat vond je er nu zelf van? Maar ik had het gevoel dat het nu zo niet meer goed was. Dat het beter komt. Ja, ook met die kleren en gewoon, ze is gewoon niet geconcentreerd op je dansen eigenlijk. Ze is meer geconcentreerd op dat kostuum en op hem eigenlijk, die je zet. Dus, De twijfel sluipt in de gelederen. In het eethuisje wordt er alleen maar over de gevreesde Toru gepraat. Ik noteer flarden. De Japanner is een filosoof, er zijn veel bleke gezichten onder de leerlingen en er is iets met Jun. Ik haal nog net het slot van de eerste kostuumrepetitie van Jun voor het klassieke ballet. Hoe was het? Slecht. Hoe slecht? Ben je niet tevreden? Nee, maar ik ben gewond.
Ja, maar... Ja, dan is dat slecht, hè? Ja. Ja, dan is dat slecht, ja. Nee, maar viel het anders een beetje mee de rest, zo? Ik bedoel, Nee, mijn kostuum is wel veel te hard. Ja, kostuum niet goed. Maar neem het spant goed weer, kan ik goed ademen. Ja, goed, je bent bij de adem, hè? Ja. Ja. Maar ja. De choreograaf en Joens vrienden hebben de repetitie in de zaal gevolgd. Ze hebben lange dagen, denk ik, vandaag en morgen. Hè? Ja. Is tot de laatste 7 uur of zo. Ja. Nog iets gaan eten en, ja, en dan nog wat gaan dansen. Dus. Karaoke bijvoorbeeld. Nee, toch niet. En, Anders blijft me intrigeren. Hij is kwetsbaar en laat niet gauw in zijn hart kijken. Ik neem hem mee naar de nu verlaten repetitiezaal. Er moet niet veel gebeuren of het gaat mis. Hè? Je voet bijvoorbeeld, of vallen of iets breken. Dat kan, hè? Ja, dat kan altijd gebeuren. Dan moet je het zo mogelijk oppakken en niet in de put blijven zitten en niet alles laten hangen. En nu even met mijn voet, maar juist na de operatie. Omdat zo dicht, het is nu heel dicht bij het optreden. En dat heeft voor mij ook zelf iets van stress en niet weten of ik kan meedoen of niet. En dat is wel, ja, soms twijfelen van... Als dat echt niet beter gaat met mijn voet, ja, dan stop ik best. Als dat volgend jaar nog last is, ja, dan moet ik zien dat ik iets anders vind. Maar zo niet, ja, dan blijf ik zeker doordoen. Moet je een sterk karakter hebben? Een goed karakter moet je hebben. Ja, maar sterk? Ook. Doorzetten? Ja, zeker. Je moet toch wel iets hebben van, ik moet en ik zal ervoor gaan voor die rol. Ik wil dat dansen, ik wil me bekend maken, ik wil laten zien aan anderen dat ik graag dans. Dat ik graag op een podium sta en dat ik ervan geniet. En dat is doorzetten, vooral op dagen. Als we weten dat er andere mensen vakantie hebben, van je broer, zussen of zo. En je moet gaan repeteren of in de vakanties. En dat is toch wel, dus gewoon eens vroeg doorzetten van, toch doen, want je weet, de beloning is groot. Ben jij emotioneel? Snel geëmotioneerd? Dat hangt er vanaf. Ik hou zo heel veel voor mijn eigen. En hoe komt dat? Omdat je zo bent? Of omdat je dat geleerd hebt? Dat ligt in, denk ik, een stuk in mijn persoon en ook een stuk van niet flauw willen doen op school, met mijn voet ook. Dat zat er. Ik heb dat nog 10 dagen daarna mee doorgedanst, met dat stukje in mijn voet. Ik dacht, nee, ik ga niet flauw doen, ik ga er wel uitgaan. En dat heeft zijn, ja, dat heeft zijn, toch zijn neveneffecten gehad. Heb je een vriendin, een relatie? Ik heb hier geen relatie. Geen behoefte aan? Of? Jawel, maar ja, geen. Want jullie zijn, heb ik gemerkt, erg lichamelijk. Hè? Jullie knuffelen ook gewoon elkaar veel. Ja, dat is... Ik denk dat dat ook een grote fout is van de mensen die er buiten staan. Jongens die... Wij geven ook een kus aan elkaar, aan de jongens en ook, ja, aan de meisjes, en wij knuffelen ook elkaar. Je moet geen homo zijn om te dansen, maar dat kan, dat is vaak. Het is maar als je erover babbelt en als je geen foto's of vertelt over voorstellingen of iets laat zien, dat is zo'n verkeerd beeld soms gaan hebben van bende Jeannette bij elkaar, en eigenlijk is dat gewoon een bende jongens die van elkaar houden. Mm-hmm. Dat vind ik mooier. Ik hou zowel van jongens, ik hou zowel van meisjes. En mijn voorkeur gaat naar allebei. De volgende dag beslist Toro over Andres, die in de gang gelaten het oordeel afwacht. Now the thing with Andres, he missed many rehearsals. So if you're not satisfied, there might be changements. He's not the kind of guy who's gonna prepare like from beginning, and that in the course of his life he has to learn. Yes. I think. Yeah. He has to learn about this in the course of his life. Mm-hmm. But I will talk to him before. Yes. You know, not about this piece. Important is how he becomes, no? Yes. I mean, anything he wants to do. I know he wants to design, but same thing. Yeah. Mm-hmm. You know, if you take it as a job, yes, it's an everyday thing. You have continuity is one of the most important thing. Eh? No, it's true. To do this job. So he has to learn. Mm-hmm. I'll talk to him. We can talk to him.
in a minute. No, you can talk to him. And then I will talk to him tomorrow. Yes. About, not, but about him. Andres, kom maar binnen. Ga zitten. Water? Het gaat over de casting. Toro is degene die definitief mag beslissen en moet beslissen. Ik heb hem dus heel het geval uitgelegd van dus uw stommiteit met de naald en uw infecties enzovoort enzovoort. Hij heeft u bezig gezien en hij heeft gezegd, sowieso mag je dansen. Andres? En u? Ik mag eerste kaas blijven. Aha, en dat is fantastisch. Ja, super nieuws. Ja. Ik heb toch al een beetje schrik. Ben je opgelucht? Ja, toch wel. Ja. En nu gewoon ervoor gaan en alles doen wat er gepland is. Gewoon. Een paar dagen later is het zover. Het is de dag van de grote slotvoorstelling. Buiten gaat het leven zijn gang, maar voor de vier vrienden is dit de belangrijkste dag van het schooljaar en ik leef met ze mee. Ik voel me zoals voor een examen, noteer ik. Denken ze bij de opwarming misschien al aan de toekomst? Josephine is nog op zoek, maar Vaya heeft al een contract bij een Duits gezelschap aan de Poolse grens. Dank je. Voor uw laatste voorstelling met onze school, die dat begonnen is. Dank je. Doet goed. Bedankt. Ja, bedankt. Doei, doei, doei. Ja. Maar na iemand heeft wel iets lief gedaan. Hij zei zoals toi toi zo, had zo'n kusje gegeven, had dat zo naar mij geblazen. Vond ik wel lief. In de coulisses wist het gaal maar wel goed. Ik kan dat niet. Ben je iets vergeten? Niks. Oorbellen? Ligt er niet in. Dat is het. De klok tikt ongenadig verder. Het is al tijd voor de generale repetitie. Na de generale hebben de leerlingen een paar uur vrij. Ik zie eindelijk een kans voor een gesprek met een mysterieuze Jon. Kom nu dichtbij, hè? Ben je nu een beetje nerveus of denk je, ja, het zal wel gaan? Ja, ik ben nerveus en ik besef het ook nog niet goed. Al ja, het is... Wat besef je niet? Al ja, ik weet niet. Dat het nu echt dichtbij komt? Ja. Ja, maar het komt dichtbij. Ik weet het. Ja, het zal wel gaan. Hè? Je kunt er goed, je danst goed en uiteindelijk als je dan de anderen hebt om te helpen als het nodig is. Maar eigenlijk kunnen ze daar niks aan doen, want dat is gewoon jezelf en hoe je van binnen voelt. En ik ben gewoon een negatief persoon van mezelf ook. Ja? En dat doet er ook niet veel goed aan. Dus, ja. Hoe komt dat? Ik weet het niet. Ja. Maar ja, ik denk gewoon als ik bijvoorbeeld mijn balletles doe en kijk in de spiegel, dan denk ik van, oh, dat trekt op niks. Want dat is natuurlijk wel hoe meevalt. Maar het is gewoon, ik heb zo'n negatief zelfbeeld gewoon. Het dansen? Moet je veel laten liggen bijvoorbeeld? Maar ik probeer toch gewoon, allee, ik heb dat eigenlijk ook wel, gewoon een leven, nog een gewoon leven te hebben. Ja, naast het dansen? Ja. Ja. Er zijn er ook die daar heel hard mee bezig zijn, van 's morgens tot 's avonds, zeg jij niet? Ja, ik weet het. En jawel, het is niet van dat ik daarmee totaal niks van aantrek of zo. Jawel, het is dat niet. Het is gewoon,
ik wil gewoon gelukkig zijn en ik wil niet alleen, als dat wegvalt in mijn leven, dat ik aan een zwart gat zit. Ik wil gewoon nog een leven buiten dansen. Mm-hmm. En uiteindelijk, dat voelt wel een beetje samen, maar ja. Wat gaan jullie doen na deze school? Dan ga ik naar Zuid-Korea. Ja, een contract? Ja, voor een jaar. Voel je ergens toch een soort band, iets wat je bindt met het land? Ja, omdat ik weet dat mijn ouders daar ergens zitten, alleen mijn biologische ouders dan. Hoe oud was je toen je naar hier kwam? 18 maanden. Dat is klein, hè? Ja. Ben je ooit terug geweest? In het zesde leerjaar ben ik terug geweest met mijn ouders en mijn zus. En ja. Hoe was dat dan? Maar, ik was 12 jaar, dus ik besefte dat eigenlijk niet echt. Mm-hmm. Voor mij, ja, oké, ik wist wel, ik kom van dat land, maar ja. Ben je op zoek gegaan naar die ouders bijvoorbeeld? Nee, want ik mag mijn dossier pas openen als ik 18 was, dus ja. In principe mag ik dat nu openen. Maar ik ga dat niet doen. Allee, dus, en waarom niet? Omdat ik nu naar Korea ga en ik wil nu gewoon voor dansen gaan en niet voor, ik weet niet, je weet niet hoe dat gaat gaan, of dat gaat tegenvallen of dat dat echt gaat meevallen. En ik wil me nu gewoon bezighouden met dansen en mee aanpassen aan de cultuur, want je zal ook wel iets zien in de taal liggen. Ben je niet een beetje bang om daar naartoe te gaan? Je bent alleen uiteindelijk. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Aan de ene kant, soms heb ik zo dagen van dat ik het echt zie zitten en ik wil zo vlug mogelijk vertrekken. Dan andere dagen heb ik zo van, oh, ik ga iedereen zo missen. En, nou. En Stefan? Ja, Stefan, ja. Die blijft hier. Ja. Ja. Die heeft al gezegd dat hij achter gaat komen. Ja, maar ja. Het is nog lang. Ja, het is wel een probleem natuurlijk, hè? Ja. Dit is het moment. Over enkele minuten gaat de doek op. Iedereen, toi toi toi, geniet ervan. Doe de best, energie voluit. En laat de kippenvel krijgen, hè. En ik moet tranen in mijn ogen hebben op tijd, hè. Dan weet ik dat het... goed was. Ja. Hoe voelt dat nu? Nu gaat het nog. Een klein beetje zenuwachtig, maar nog niet echt. Maar straks wel. Heel zenuwachtig. Maar het gaat goed zijn. Ik hoop het. Ik weet het niet. We zullen zien. Ja. Toi, toi. Dank je. Het is bijna zover, hè? Ja, ik weet het. En? Nerveus. Nerveus? Ja, maar normaal moet alles wel goed gaan, want we hebben veel gerepeteerd. Dus. Het zal wel goed gaan. Het moet. Hoe voel je je nu? Een beetje zenuwachtig. Ik heb er zin in. Ja, hè? Je ziet er ook goed uit. Dank je wel. Je ziet er stralend uit. Dank je, mijn roze kostuum. Ja. Toi toi, hè. Jong, het was nog een applaus, hè? Ja, het is goed gegaan. Maar het kon wel wat beter, maar. Maar het was nog mooi, hè? Het is een beetje nerveus, maar. Ja. Nee, blij dat het gedaan is? Ja, het was wel tof. Dit gedaan is. Ja. Allee, straks. Dank. Nu is het de beurt aan Vaya. Zometeen zal ze alleen op de scène staan. Als het misgaat, is er niemand op het podium om de aandacht af te leiden. Tevreden van jezelf? Ja, was goed? Ja. Allee. Geen tijd, want zometeen is er het aardig moeilijke stuk van Toru de Japanner. Ze zullen zich moeten geven tot de grens van de uitputting. Ja. En Josephine, die blijft lachen. Ik ben net klaar.
En nu hebben wij ook weer. En nu gaat het eerst toe. Maar ja, ben je nu gelukkig? Ja, heel gelukkig, ja. Dat is goed, hè? Ja, we zijn allemaal heel content. En wat een applaus, zeg. Ja. Andres, je voet heeft het goed gedaan, hè? Ja. Goed uitgelopen. Had je echt geen pijn meer? Heb je niet een klein beetje gelogen? Een beetje, ja, een beetje. Om te kunnen dansen vanavond. Ja, een beetje uitgeschoven, maar het is goed. Ik geef de vier symbolen hetzelfde boekje als het mijne, met een foto en gelukwensen van de hele ploeg. Is een beetje gelukkig? Ja, dank je. Ja, hè? Josephine, ik heb voor u een boekje. Wij allebei opstaan en met allemaal lieve dingen in. En tussen een boekje zoals mijn boekje, je moet dat niet volschrijven. Met allemaal lieve dingen. Ja, ik ben er heel lieve. Dat is mooi, hè? Josephine studeert nog een jaar verder in Rotterdam. Faya voelt zich goed in Duitsland en werkt hard aan haar carrière van prima ballerina. Jung heeft het niet gemakkelijk, alleen in Korea. Ze mist Stefan en heeft beslist om volgend jaar terug te komen. En Andres begint aan zijn laatste jaar. Ik zal deze lotgenoten niet gauw vergeten.